25 kinderen per jaar krijgen te maken met neuroblastoomkanker. De 4-jarige Nomi van der Linden uit Schaik kreeg 4 maanden geleden de diagnose. En sinds die tijd is het ziekenhuis in, ziekenhuis uit voor Nomi en haar ouders. Dit is de 4-jarige Nomi. Mama! Ze is net terug uit het ziekenhuis waar ze 5 dagen heeft gelegen. In november kregen haar ouders te horen dat ze neuroblastoomkanker heeft. Maar ze had al lange klachten vanaf september, niet meer slapen, veel buikpijn, het eten werd minder. En van het een kwam het ander, maar dat hadden we niet verwacht. Neuroblastoom, een zeldzame kankersoort. Het is een kwaadaardige tumor in het deel van je zenuwstelsel dat onder andere je hartslag, spijsvertering en ademhaling regelt. Mijn Nomi gaat het nu gelukkig redelijk goed. Ze heeft 6 kuren van 3 weken gehad. Ze heeft nog een hele behandeling voor de boeg. Operatie over 2 weken. Dan krijgt ze hoge dosis chemo. Daar wordt ze heel ziek van. En dan krijgt ze veel pijn en kunnen organen uitvallen. Na dit zware traject van 1,5 jaar... hopen de artsen dat de kanker weg is. Maar het kan ook terugkomen. 50%, het is eigenlijk 50-50 dat het terug kan komen. En als het terugkomt, dan is het moeilijk te behandelen. Ja, en lag Nomi vanmorgen nog in het ziekenhuis. Vanmiddag was ze cupcakes, taart en koekjes aan het verkopen. Allemaal voor Kika, voor onderzoek naar kinderkanker. Wij hebben lekker 2 stukjes appeltaart gekocht en een cupcake. Brownies en appelflapjes en een armbandje. Rijen dik stonden ze te wachten. Echt geweldig is het. Het is zo mooi. De lokale carnavalsvereniging had flink staan bakken en daardoor kon Nomi aan de kassa het geld binnenhalen. Alsjeblieft. Doe dat voor zieke kindjes. Ja, Nomi wil zelf ook beter worden, hè? En daar hebben we heel veel geld voor nodig, hè? Ja. Ja. Maar jij doet het nu eigenlijk voor de andere kindjes. Oh, daar komt nog iemand aan. Oh, daar komt nog iemand aan. Dan is het druk, hè? Snel. Lolies. Doe jij de andere kindjes goed verzorgen dan? Ja. Heel goed. En zo is er in totaal ruim 8000 euro opgehaald. Geld voor Kika. Dankzij deze stichting kan Nomi behandeld worden in Nederland. Tot 10 jaar geleden, of 5 jaar geleden, moest immunotherapie nog in Philadelphia in Amerika moest kindjes ondergaan. En dat kan nu in Nederland. Mede door het geld van Kika. Daardoor kan Nomi hier in Nederland behandeld worden nu? Ja, dat traject kan zo 6-7 maanden duren. En anders hadden wij in Amerika moeten zitten voor die tijd. En nu kan het in Nederland.